Burgemeester van de groep, we lopen naar het einde van het jaar. We lopen ook naar het einde van een coalitieperiode, 2010-2014. En ik denk dat het goed is dat we op een aantal aspecten eens even terugkijken. We zijn hier in de BMW-kamer en ja, de burgemeester heeft uiteraard ook een portefeuille. Dus even praten over, zeg maar, terugkijkend over 4 jaar college. En eens even een aantal dingen uit uw eigen portefeuille terughalen en daar eens even over praten. Eerst wat in het algemeen. Hoe hebt u de laatste 4 jaar, zeg maar, binnen het college ervaren? Ja, een uitstekend college. Een hecht team. Wel met verschillende mensen. We zijn met z'n vijven, hè, dus we praten over 3 wethouders, de gemeentesecretaris en de burgemeester. Met z'n vijven. 5 heel verschillende mensen, ook met verschillende, ja, tonnage, om maar zo te zeggen. Maar het lukt uitstekend, ook na enige discussie, maar dan lukt het uitstekend om als college met 1 lijn af te spreken en naar buiten te komen en ook als team op te trekken. Dus ja, ik zie er ook naar uit dat het college ongeschonden de eindstreep gaat halen, om maar zo te zeggen. En dat is ook goed voor Bunschoten, dat er een stabiel gemeentebestuur is. Daar wil ik maar als voorzitter van het college, heb je daar een bijzondere verantwoordelijkheid in. Je kunt het niet, de politiek kun je niet veranderen als voorzitter. Maar je hebt wel met de politieke constellatie te maken. En dan moeten we ook zeg maar, die verantwoordelijkheid goed invullen. Dus ik ben daar tevreden over, op de manier waarop het college de afgelopen jaren heeft kunnen optreden. Er is ook een wisseling geweest van gemeentesecretaris. Heeft dat nog veranderingen gegeven? Die wisseling die is heel erg zeg maar glad verlopen. Dat komt omdat wij afgesproken hadden dat we wisten wanneer onze gemeentesecretaris weg zou gaan, Hans van Velde. Dat we op tijd begonnen met de nieuwe werving. En dat alle betrokkenen die erbij waren, dus dat geweldige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur als die van de medewerkers, unaniem voor Jan Jennekes hebben gekozen. En hij is hier binnengekomen zonder dat we eigenlijk zeggen, wat is dat voor een man en wat doet hij hier? Hij past naadloos bij onze organisatie en bij ons bestuur. Dus ook dat is heel goed verlopen. Oké. Dan kijken we even naar uw portefeuille. Van buiten uw wettelijke taken als burgemeester hebt u denk ik ook nog wel een behoorlijke forse portefeuille. Nou, ik wilde graag even een aantal dingen uithalen en met u bespreken. We kijken eerst even naar, zeg maar, het algemeen bestuur. In het coalitieakkoord zijn daar een aantal dingen in beschreven en een van de dingen dat was bezuinigen. Nou, ik denk dat de gemeente daar heel erg mee bezig is. Kunt u daar iets van zeggen? Ja, het is bezuinigen zoals we het bekeken in 2010 en we praten nu eigenlijk alweer op dit moment over het bezuinigen wat nodig is vanaf 2014. Dus dat zijn zeg maar wel 2 grote operaties. En toen dit college aantrad, toen is gezegd van willen wij de boekhouding van de gemeente op peil hebben, dan zullen we een bezuiniging moeten gaan realiseren van structureel 2,1 miljoen euro. En dat was denk ik een grote operatie. Dat is ook samen met de gemeenteraad opgezet. Ik herinner me nog dat er ook vanuit de gemeenteraad heel veel belangstelling was om de burgers erbij te betrekken, de begrotingswijzer. Hè. Maar goed, het was wel vanuit het college allemaal voorbereid om het op die manier te laten doen. Dat je dus als je gaat bezuinigen, dat er dan ook wordt gezegd van op welke onderdelen gaat dat wel niet. Er zijn ook behoorlijk wat zaken uitgesteld of geschrapt. Er gezegd van ja, die zijn bedacht in betere tijden, dat gaat nu niet meer. Ik denk dat het zeg maar al vrij snel aan het begin van de collegeperiode ingevuld is van nou, zo gaan we die 2 miljoen bezuinigen. Maar er is, dat was 3 keer 700.000 euro, dus 2,1 miljoen bij elkaar, met 700.000 structureel. Maar vervolgens is er dus nu een nog veel grotere opgave aan de hand. Omdat we door grote kortingen van het Rijk worden geconfronteerd. En dat de gemeenteraad gezegd heeft van nou, dan gaan we dat maar eens even via een kerntakendiscussie aanvliegen. Dus alle betrokkenen hier in het gemeentehuis zijn nu bezig met het klaarmaken van de documenten. In januari komt het allemaal naar buiten. Wat heb je als gemeente als mogelijkheid om te bezuinigen? En dan zullen er voor miljoenen aan mogelijkheden worden gepresenteerd. En dan vervolgens is het aan de nieuwe raad om daar een keuze uit te maken. Maar dat zal dan ook wel een hele grote operatie worden. En ja, best ingrijpend, omdat je ook nu niet meer met de kaasschaaf
een bezuiniging kan realiseren of door uitstel. Maar dat je nu zult moeten kiezen, dit doen we wel en dat doen we niet. Of we doen dat niet zo meer. Of we doen een nog groter beroep op zeg maar de samenleving zelf. Ja. Heeft dat ook consequenties straks voor het personeelsbeleid? De gemeente heeft zeg maar een kwalitatief goede organisatie, maar wel een kleine organisatie kijken naar de normen. Zal het consequenties hebben voor personeel? Nou, ik denk dat als de gemeenteraad ervoor kiest om bepaalde taken niet meer uit te voeren, dat de werkzaamheden die bij die taken horen ook wegvallen. En dat betekent dus dat er minder ambtelijke uren dan nodig zijn. En daar zullen we dan ook goed naar moeten kijken wat met natuurlijk verloop, als dat sprake is, kan worden opgevangen. En we hopen natuurlijk wel daarin ook als werkgever goed op te kunnen blijven treden. Dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor ons als gemeente en voor mij als portefeuillehouder personeelsbeleid. Dus ook dat, maar we sluiten dat geen geval uit, maar het kan niet meer zo dat we zeggen van ja, we laten alle taken in stand, maar we gaan toch wat minder ambtenaren doen. Dat werkt niet. Men zit gewoon vol. Wij hebben in verhouding tot andere gemeenten een heel slank ambtelijk apparaat. Onze lasten, de OZB, zijn de laagste van Nederland. Dat zeg maar de OZB plus reiniging en rioolrechten. Als we dat bij elkaar kijken, dan zitten we dus qua woonlasten de laagste. Ja. Dus we hebben wat dat betreft ook niet veel vet weg te snijden. Je zit al heel snel in dingen die pijn gaan doen. Ja. Maar zou het ook, want er komen natuurlijk heel veel taken ook zeg maar, vanuit het Rijk, die overgeheveld worden naar de gemeenten, ja. In het WMO-beleid en dat soort dingen. Zal dat ook niet leiden tot aanname van meer personeel wat nodig is dan? Ja, dat zijn dus nieuwe taken. Ja. Daar hebben we weer mensen voor nodig. Dus wellicht kun je dus ook inderdaad dan schuiven. Maar je hebt ook mensen met bijzondere kwaliteiten nodig die die nieuwe taken kunnen uitvoeren. Maar nu staat al vast dat zeg maar het geld wat wij krijgen om die taken uit te voeren, dat minder is dan het geld wat het Rijk op dit moment zelf daar dan uitgeeft. Dus wij zullen ook op die terreinen moeten zoeken naar goedkoper uitvoeren, dus slimmer uitvoeren, ook samen met andere gemeentes. Maar wellicht moeten we toch ook een discussie voeren om op die voorzieningen nog een bezuiniging te realiseren. Maar dat is wel de afspraak. We hebben nu te maken met een grote bezuiniging uit het gemeentefonds. Die moeten we als gemeente zelf opvangen. Dat is een bezuiniging van 1,2 miljoen per jaar. En die moeten we dan als gemeente zelf helemaal op zien te vangen. En daarnaast moet je dan de bezuinigingen binnen de nieuwe taakvelden, binnen die taakvelden zoeken. Zo is de lijn die is uitgezet. En daarbij willen we toch ook wel kijken naar wat voor gemeente willen wij zijn van 2014... en volgende jaren, daar hebben we gelukkig het afgelopen jaar de toekomstvisie voor vastgesteld. Ja. Dus die geeft al richting. Ja. Okay. Openbare orde en veiligheid. Nou, een hele brede, denk ik, is ook altijd binnen het dorp ook vaak heel veel over te doen. Hè? Even de BOA's die nu functioneren. Hoe hebt u de afgelopen zeg maar, periode ervaren in het beleid openbare orde en veiligheid? Nou, daar zijn best wel weer stappen in gemaakt. De taak veiligheid is bij de gemeente veel groter geworden in de afgelopen tijd. We zijn begonnen met de gemeenteraad, want dat is toch de baas van de gemeente. En te zeggen van, nou, jullie moeten dan aangeven wat nu de prioriteiten zijn in het veiligheidsbeleid. Het integraal veiligheidsplan is vastgesteld. En daarin is gezegd van, nou, dit vinden wij belangrijk. Dat is ook gebaseerd op wat de burgers ingebracht hebben. Er zijn onderzoeken voor geweest. En die prioriteiten die zijn omgezet in, nou, hoe gaan we die aanpakken? En daar hoort ook een stuk handhaving bij. In het verleden was dat samenwerking met de politie, omdat de politie twee politie-surveillanten had, die door de gemeente voor de helft werden betaald. En dan deden die surveillanten dan werk ook voor de gemeente. Nou, nu zijn we overgegaan naar BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren. Die werken bij onze afdeling toezicht en handhaving. En vanuit de toezicht en handhaving worden nu twee mensen zijn aangesteld. En dat, zeg maar, qua kosten is voor de gemeente eigenlijk vergelijkbaar met die twee politie-surveillanten. Ook al betalen we die helemaal en niet een deel, maar alles. We hebben gezegd van we gaan in ieder geval die twee mensen inzetten. En waarbij we dan niet gaan kijken naar, als ze dan bekeuringen uitdelen, hebben we lekker als gemeente inkomsten en dan kunnen we onze kas mee spekken. Dus
Het bekeuren is geen doel op zich. Er hoeft niet een bepaalde opbrengst te worden gerealiseerd. En dat we anders niet tevreden zijn, want er is te weinig bekeurd. Nee, we hebben van begin af aan gezegd, wat ons betreft gaat het hier om dienstbaar handhaven. Er zijn mensen die ergens overlast van hebben. En die overlast moet worden aangepakt en dat dan degene die de overlast veroorzaakt een boete moet betalen. Ja, dat kan voor diegene wel heel zuur zijn. En dat is soms ook best wel zuur. Maar als je je niet aan de regels houdt, ben je tot vaak een ander tot een ergernis. En dat gebeurt. Er komt overal dit uitdrukking, hè? Dat mensen bellen van dat er altijd wordt geparkeerd voor een uitrit. En dat er nu eindelijk eens een keer opgetreden is. En dat iemand die het jarenlang heeft gedaan, dat niet meer doet, omdat er nu eens een keer een bekeuring is gegeven. Ja. Of dat er altijd op stevast dezelfde plekken op straat hondenpoep ligt. En dat dat nou eens is aangepakt, hoe lastig het er ook is voor een hondenbezitter. Maar dat er toch ook iets aan wordt gedaan. En de parkeeroverlast in het centrum is natuurlijk ook aanmerkelijk minder geworden. Ook daardoor. En ja, dat is. Dan kun je kijken naar het vervelende. Dat er een groep burgers is die op enig moment er tegen aangelopen is dat het geld kost. Maar aan de andere kant krijg je ook positieve reacties van ja, er wordt nu eindelijk wat gedaan. Dit zijn de prioriteiten en daar wordt tegen opgetreden. Ja, dan is zeg maar de samenwerking met de politie is voortreffelijk. Dat gaat ook uitstekend. Het is de nationale politie gekomen. Maar als ik met de wijkchef afspraken kan maken over wat er hier gebeurt, dan is dat heel goed. En er valt altijd te leren en te verbeteren. En daar bespreken we ook over. Als het om handhaven gaat, gaat het ook heel vaak om de toon, om de manier waarop je mensen bejegent. En het is zowel voor BOA's als voor politieagenten ook altijd een kunst. Om dat toch ook op een manier te doen waarop geen onnodig agressie en dat soort zaken bijkomen. Ja. In het kader van de drooglegging met de derby, er is een evaluatie geweest. En er is opnieuw vastgesteld dat dat gehandhaafd blijft. Mm-hmm. Waarom is dat gebeurd? Kort gezegd, wegens succes geprolongeerd. Ja, ja. We hebben het in het verleden moeten afkondigen omdat er signalen waren, maar ook feiten, dat er dus steeds meer verkeerde belangstelling voor die derby kwam. En dat praten we echt over belangstelling van buiten het dorp. Dat is de belang. En dan krijg je dus wilde bussen, mensen die hier komen om zeg maar zomaar een dag de bloemetjes buiten te zetten, maar niet om naar het voetbal te komen en slecht nieuws voor bijvoorbeeld de markt en de middenstand. Nou, om al die belangen te beschermen is gezegd van dit is het beste. En we hebben gekeken van werkt dit? Het werkt perfect. Dat vinden ook een groot deel van de aanvankelijke tegenstanders zegt van ja, je moet het nu absoluut niet veranderen. Dat moet je zo blijven, dat is duidelijk. Iedereen weet waar die aan toe is. En we hebben de mogelijkheid op basis van dat beleid om ook aan de poorten van het dorp de goede handhaving te kunnen doen. En daarnaast, en dat zeggen alle stewards die erbij betrokken zijn en veiligheidsmensen, die zeggen van ja, ook de Spakenburgers, hè, die met elkaar in tuintjes een visje bakken en een pilsje drinken, die komen ook meer ontspannen en rustiger naar het veld dan wanneer men van 11 tot 2 in de kroeg heeft gezeten. Dat maakt allemaal uit. En we spreken over een van de mooiste adviesjes voor ons dorp. Er is een enorme city marketing gaat er vanuit, van de blauwe tegen de rode iedere keer weer. Als de ene wedstrijd nog niet afgelopen is, dan kijkt men naar wanneer is de volgende. En dat is goud in onze handen. Dat moeten we vasthouden. Als we dat verspelen, dan zijn we heel veel kwijt. Dus ik ben blij met 2 clubs in de topklasse en de derby. En dan is dat die drooglegging, daar komen we wel overheen. Daar zijn we inmiddels al aan gewend. Tot slot nog even iets over de recreatie en toerisme. U hebt al gezegd van ja, city marketing dat werkt. We hebben een prachtige glossy gezien. Mm-hmm. Van, hoe ziet u de ontwikkeling van recreatie en toerisme binnen ons mooie dorp? Ja, nou, ik zie 2 dingen. Onze inwoners willen ook graag gebruik maken van allerlei voorzieningen. Fietspaden die worden aangelegd. Het wordt gewoon, daardoor wordt het dorp wordt ook beter toegankelijk. Maar je ziet dus ook dat het niet alleen voor onze mensen is, maar dat er steeds meer belangstelling uit de regio is. De samenwerking met de stichting City Marketing Regio Amersfoort. Maar ook dat wij erin slagen om steeds meer mensen hier naartoe te halen. Aan belangstelling voor het mooie dorp. En City Marketing voegt er iets aan toe.
Want er zijn toch te veel mensen die tegen ons aankijken vanuit een bepaalde idee, gedachte. Ik zeg wel eens alsof hier de luiken dicht zitten. Dat is helemaal niet zo. Laat ze maar eens hier komen, dan zien ze dat de luiken openstaan. En dat we gasvrij dorp willen zijn. En nou, dat is dus met de samenwerking met alle partijen, en die moet ik daarvoor prijzen. Museum, VVV, bedrijvenkring, middenstand, die dan met z'n allen en gemeente, horeca, zeggen van we gaan dit samen vormgeven. En dan is zo'n glossy is daar een uiting van het uitstekende werk wat binnen City Marketing wordt gedaan. Binnen het college worden ook bepaalde projecten verdeeld, zeg maar. U hebt het project De Honkde Hemel gehad. Dat is ondertussen is het afgerond. Wat een mooi project geweest. Ja, ik ben daar zeg maar blij en trots op dat is heeft mogen gebeuren. En dat is best wel een hele opgave om dat goed te doen. En het mooie daarvan is dat wij dus daar een project hebben gerealiseerd. Waarbij we en bijvoorbeeld subsidies van Europa, provincie, waterschap, SVGV, dus de coöperatie Ogens, binnen hebben gehaald. En daarbij ons eigen geld, wat we ook hadden moeten uitgeven om het alleen maar te onderhouden. Dus zeg maar de oude haven zoals die was, precies hetzelfde weer netjes te maken. Dan hebben we hetzelfde geld gebruikt wat we anders voor het onderhoud kwijt waren geweest. En dan hebben we zo'n prachtige spuisluis gekregen en een gerestaureerde Honkde Hemel. Ja, het is gewoon echt een project om je vingers bij af te likken, om maar zo te zeggen. En je merkt, dus ook in een zomer, dat de mensen daarvan genieten met al die bankjes eromheen. En dat die botters in de haven liggen. Ook nog een grote opgave voor de toekomst om dat vast te houden. Maar dit is genieten. Ik zie er weer naar uit naar de volgende zomer rondom de Honkde Hemel van Spakenburg. Een van de onderdelen ook in het coalitieakkoord is geweest, burgemeester, het begraafbeleid. Oftewel het herbegraven. Heeft nogal wat commotie of emotie veroorzaakt onder de bevolking. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, dat is ook een heel iets zeg maar wat je niet in je koude kleren gaat zitten. Laten we zo even zo zeggen. Het is iets wat heel dicht bij mensen komt. Het punt is, ik heb altijd uit moeten dragen. Dit is vanaf 1974, toen is de grondlegging gelegd voor het beleid dat we nu doen. Dus in 1974 heeft men deze weg ingezet. Hebben wel toegezegd, het duurt nog 30 jaar voordat we zover zijn. Ja. En dat moest vanaf 2004 worden opgepakt. En dat is best wel moeilijk. Voor het eerst, zeg je dan, op de huidige begraafplaats met Memento Mori. Dat er dus sprake is van ruimingen. En dat via een weg gaat, van waar ga je dat dan precies doen, hoe doe je de communicatie, wat is dan vervolgens de zorgvuldigheid die je betracht, hoe doe je dat met de herbegraven, want herbegraven in een collectief algemeen graf of eventueel nog in een eigen graf als de familie dat wenst. Dat zijn zoveel dingen waar zoveel bij komt, maar ik ben er in ieder geval blij mee dat in de afgelopen tijd het college en de raad ook de stappen hebben willen nemen en ook een stap terug hebben willen zetten om zeg maar de mensen daarin mee te nemen en de communicatie met degene die het aangaat om die centraal te stellen. Omdat je dat eigenlijk, je bent nooit een nummer, ook de mensen die in het verleden zijn overleden zijn nooit een nummer en mogen dat niet worden. Daar moet je op een hele respectvolle manier mee omgaan. Burgemeester, u bent uiteraard ook voorzitter van de raad. En dan bij de raadsvergaderingen, dan kijkt u naar 17 raadsleden waar u eigenlijk toch ook leiding aan moet geven. Vaak gaat het nog wel eens heftig tekeer. Hoe ervaart u dat? En hoe alert moet u zijn om het in goede banen te houden? Ja. Stelt u een aantal vragen bij elkaar. Ja. En dat is precies waar het om gaat. Ja. Het is in een vergadering van de gemeenteraad voor een buitenstaander, soms oogt het wat saai, maar dat is het voor de voorzitter, de burgemeester, nooit. Nee. Want die moet elk moment op zijn qui vive zijn, want bij het minste of geringste kan er iets zijn op grond waarvan je moet handelen. Dat betekent een gemeenteraad, dat gaat een vergadering met 17 raadsleden. Er zijn ook wat andere partijen, maar zoals het college wat aan tafel is, maar het college dat is dan zeg maar niet iemand die zeg maar, zich met de discussie bemoeien. Die zitten in een rol van vraag en antwoord.
Maar de discussie vindt plaats tussen de raadsleden. Dus als er één het woord heeft, dan kunnen er 16 op het puntje van de stoel zitten. Al laten merken aan de voorzitter dat ze het woord willen. Dus je moet ook steeds in contact blijven met die andere 16. Om ook te kijken van wil iemand het woord en waarop. En als het meer dan één, dan moet je dat gelijk ook regelen. Van u niet en u wel en u was de eerste. Dus dat is nooit saai. En mocht het dan eens zo zijn dat het inderdaad lijkt van nou, nu gaat de zee te hoog. Dan moet je als voorzitter toch ook proberen wat te dempen en te vragen om matiging. En even te zorgen dat de gemoederen tot bedaren komen. Ja. Nou gaat het wel eens hart tegen hart, zeg ik dan maar. Hè? Want dat merk ik dan ook wel eens. En dan komt er een moment dat u als voorzitter zegt van stop. Met eigenlijk het reglement van orde in de hand, moet u ze dan tot de orde roepen? Nou kijk, laat ik zo zeggen, dat gebeurt gelukkig niet altijd. En soms, als het hart tegen hart gaat, is er nog niks aan de hand. Want dan gaat het om, rood of wit, of zwart of blauw. Dan heb ik het over tegenstellingen die in de politiek gewoon herkenbaar zijn. En die uitgesproken mogen, maar ook moeten worden. Daar zie je de plek voor. Maar als het in het sfeer komt van het persoonlijke, als het in de sfeer komt van opmerkingen die weinig respectvol zijn, ja, dan sla ik hem met de hamer als het ware. Hè? Letterlijk, maar om te zeggen van nu is het even welletjes, nu is het even mooi geweest. Zou u dat niet even iets anders kunnen formuleren? Is het niet beter om het op die manier te doen? Ja, en het beeld kan overigens zijn dat dat schering en inslag is, maar dat is gelukkig niet zo. Maar ja, het zijn wel de dingen die bij mensen snel in herinnering blijven. Ja. Nou, dat is ook inderdaad zo. Nou even, als er zeg maar op de agenda een punt is wat binnen uw portefeuille hoort, dan komt het oudste lid van de raad wordt voorzitter en dan gaat u aan de kant zitten, hè? Ja. Nou, ik kijk dan wel naar u en dan heb ik een beetje het gevoel dat u zich een klein beetje zit, om het maar eens populair te zeggen, zit op te vreten over het onderwerp, dat er te weinig bekendheid wordt gegeven over het onderwerp. Hebt u dat gevoel ook? Ja, kijk, dat kan ook wel, alleen ik zou het misschien wel beter moeten verbergen. Nou, het punt is dat, wat ik als voorzitter van de raad, heb je gewoon het gevoel van, je zit er om die raad te bedienen, om dus zo goed mogelijk de discussie te laten voeren. Als portefeuillehouder heb je een andere taak, namelijk om je voorstel toe te lichten, ook te verdedigen en er wellicht ook even doorheen te slepen. Nou, op het moment dat ik dus niet voorzitter ben, dan moet ik dat voorzitterschap loslaten aan de tweede voorzitter van de raad. Dat is meestal het oudste raadslid, maar de raad mag ook een ander kiezen. Dat is de bevoegdheid van de raad, wie men daarvoor kiest. En dat is in dit geval, in deze periode was dat Arend Koelewijn als oudste raadslid. Nou, die zit dan voor. En dan vervolgens heeft hij de taak om dat puntje van de orde te bewaken. En ik kan op dat moment alleen maar dan ook uitsluitend, doen wat anders ook de wethouder doet. Namelijk vraag en antwoord spelen. Nou, dat kost dan wel eens moeite, het loslaten. Ja, nou vrij recentelijk, om maar even er eentje bij de kop te nemen, vrij recentelijk is de horecanota vastgesteld. Behoorlijk wat discussie over geweest ook, hè. Ja. En wat is dan de discussie die dan gevoerd wordt, is vaak heel breedsprakig, heel uitvoerig en uiteindelijk wordt er dan besloten, hè. Maar ik zie u dan ook een aantal keren een stuk toelichting geven als de portefeuillehouder aan het woord is. Van, hoe vindt u dan die richtingbepaling? Hoe ervaart u dat? Nou, kijk, die horecanota, dat was ook inderdaad eerst nog eens een keer gezegd van, dat is echt een van de goede nota's die we hier in huis hebben gemaakt. Onze eigen mensen hebben die gemaakt, ik ben trots op. Het is geen duur adviesbureau, maar onze eigen mensen konden dat zelf maken. Er staat van alles in. Heel veel dingen zijn daarin getackeld. En ook heel veel dingen die in de afgelopen tijd in discussie waren van hoe doe je dat. En er was ook consensus voor. Dus dat heb je dan. Dan heb je zo'n horecanota. Dat is eigenlijk een prachtig instrument voor de komende jaren. Er zit van alles in. Maar er is één ding slechts, wat nog de gemoederen scheidt. En dat was, hoe gaan we om met sluitingstijden? Ja.
En dat is dan het punt wat aan de aandacht trekt. Alsof er dus een voorstel lag over de sluitingstijden. Ja, dat was het enige waarover men het nog niet eens was. En daar het college voor gekozen had om te zeggen van ja, het gaat hier wel om een bevoegdheid van de raad. Wij kunnen wel een voorstel doen, want het moet zo zijn of het moet zo zijn. Maar je zult dan toch krijgen dat de raad zelf zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen. Dus laten wij dus nu als college niet een standpunt innemen. Dus ik hoefde als portefeuillehouder niets te verdedigen. Ik hoefde alleen maar, zeg maar, de plussen en de minnen van optie A of optie B of optie C te noemen. En zodat de raad daar zelf dan een keuze uit kon maken. Ja. Nou, dat gebeurde. En dan zie je dus dat dan dit zo belangrijk is voor hoe politieke partijen hun keuze maken. En het tweede is, dat wordt dan een beetje, dan zegt van 19 maart, roert zijn staart, hè? Ja. Er komen verkiezingen aan. Dat dat dan een beetje de avond bepaalt. En dat iedereen er dan eens goed voor gaat zitten. En ik denk zelf dat de discussie wel wat effectiever had gekund. En met name als je ziet, zijn behoorlijk wat interrupties geweest. Nou, ik zou bijna zeggen dat 80% van die interrupties eigenlijk helemaal niets toevoegen. Een deel wel, want dan is het een vraag om verduidelijking en dan komt er een antwoord. Maar spelletjes spelen om nog een keer te herhalen wat al 6 keer is gezegd. Ik vond dat te ver gaan. Ja. Want er was een amendement van de ChristenUnie en van het CDA. Nou, als je de raad volgt en je telt dan de koppen, zeg maar, dan is daar eigenlijk, ja, de discussie kan nog wel gaan, maar 10-7 wordt dan zo'n amendement aangenomen. Hè? Want zo werkt het toch in de politiek? Het was 11-6 of 11-6 of zoiets was het, ja, maar in ieder geval meerderheid. Kijk, ik vind zelf dat wel heel gevaarlijk. Dat op het moment dat je zegt van nu heb je een amendement en er staan 2 partijen achter, er is al meerderheid, laten we maar stoppen met praten. Ja. Dat vind ik wel gevaarlijk. Dat democratie is wel dat je pas een besluit neemt nadat de argumenten zijn uitgewisseld en gehoord. En misschien moet je wel dan van partijen die het verdedigen en partijen die het bevragen, zou je dan in normale omstandigheden vragen van probeer nou eens naar elkaar te luisteren. Wat is nou het argument om iets te doen en wat is het andere argument? En dan zou je nog iets meer van discussie of debat krijgen. Ja, ja. Het is nu meer een uitwisseling van standpunten. Ja. En dat is dan, zeg maar je moet wel tijd nemen. Ook al is er een op voorhand zeg van nou, dat zal de meerderheid dan wel worden. Want het amendement sprak zich niet uit over de sluitingstijden vanaf 2 uur. Nee. Het amendement had alleen maar betrekking op gaan we de toelatingstijd van 12:30 naar 12:00 zetten. Dus de grote discussie, wat beslist de raad over moeten de cafés en de horecagelegenheden om 2:00 dicht of mag het later, die bleef nog open. Daar was ook een amendement van de KAP en de VVD en dat had nog geen meerderheid en dat had nog natuurlijk in de raadsdiscussie nog wel kunnen komen, theoretisch gezien. Maar u noemde het al van debatteren. Hè? Hoe moeilijk is het, zeg maar, om als raad te debatteren? Ja, dat is ook moeilijk. Kijk, het punt is dat het gaat ook om de politiek. Dus politiek is ook een kwestie van we maken een keuze als partij of als fractie. En daar wil je aan vasthouden. En je wilt niet de gemeenteraad ingaan en zeggen wij gaan vanavond verdedigen dat de gemeente moet besluiten om 20.000 euro uit te geven aan onderhoud groen. En dat kan. En dan vervolgens komen de 4 andere partijen en die zeggen dat moet je nou niet doen, want je moet het aan spelen uitgeven en dan komt volgend jaar komt er iets voorbij en dan krijg je die 20.000 euro misschien aan groen. Nou, en dan wordt dat dus een onderwerp en dan zegt van hey, ja, dat hebben we gehoord en om volgend jaar hebben we nog een kans, dus we trekken het in en we zijn het met elkaar eens en dan is er dus gediscussieerd, er is gedebatteerd en er is een besluitvorming. Maar dat is dus bij heel veel onderwerpen, die zijn zo beladen, die zijn dus zo belangrijk voor het politieke profiel. Men ziet het snel als gezichtsverlies door te zeggen van ja, we hadden wel iets voorgesteld, maar dat hebben we ingetrokken. Dat dan, het er dan op lijkt dat zeg maar de politieke partijen te bang zijn om iets van hun eigen standpunt in te wisselen. En daar zie je ook voorbeelden van helaas, maar goed. Het is wel zo als democratie werkt, dus ook als voorzitter van de raad zal ik, zoals onze geachte rijdende rechter zegt, de raad heeft gesproken, daarmee zullen we het moeten doen. Ja.
Ook niet onbelangrijk, ik denk zelfs een hele belangrijke, was de parencommissie waarover gesproken is. Hè? En nou even wat ik mooi vond, was dat voorbeeld van de voorzitter, die is 25 jaar voorzitter van een vereniging en die krijgt een receptie, dat mag. Nou wordt die voorzitter 40 of 50 of 60 en dan wil hij zijn feestje houden en dat mag niet. Waar zitten nou die tegenstellingen? Ja, nou, de hele wetgeving op dit punt is erop gericht dat aan een horecainstelling geen oneerlijke concurrentie mag worden aangedaan. En in het verleden was het dus zo van, nou, dat betekent dus dat per definitie, als iets niet van sport gerelateerd is, of voor een kerk gerelateerd, maar het is zeg maar van persoonlijke aard, dus een persoonlijk verjaardag of een 25-jarig huwelijk, dan is het persoonlijke aard en dan is het verboden. Want iets wat je van persoonlijke aard wilt vieren, gaat dan maar naar een horecagelegenheid. Nou, de nieuwe wetgeving die heeft gezegd van ja, wat parencommissie mag, want dat is gewoon dat een voetbalclub een drank- en horecavergunning heeft. Maar wat mag die dan voor gebruiken? Dat is dan in dit geval, is dat alleen voor sportinstellingen, voor sportactiviteiten, of mag het ook voor anderen? En daarvan heeft nu de wetgever gezegd, lokaal kan dat verschillen. En dan mag je als gemeenteraad nu zelf afspraken voor maken, maar dat betekent wel dat je de horeca daarmee niet mag schaden. Nou, het college heeft gezegd van nou, dan zien wij hier ter plaatse een praktijk dat veel mensen, met name ouderen of trouwe clubleden, maar ook ouderen, die zien het vaak niet meer zitten om een verjaardag met kinderen en kleinkinderen om dat thuis te houden, zoeken daarvoor een locatie. Naar de horeca is helemaal geen optie, want dat is dan zeg maar te duur. De gelegenheid van de horeca vraagt om andere kwaliteiten en prijzen. En dan wil men vaak iets makkelijkers. Nou, en dat gebeurt dus ook in de praktijk. Dan loop je als college dan heel snel achteraan in de handhaving. Maar dat heeft, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. En dan hebben we gezegd als college, van zullen we dan voor die verjaardagen van trouwe leden en van 60-plussers, zullen we dat dan maar toelaten, want daarmee schaadt je de horeca niet echt. Nou, dat is door de raad overgenomen. Die heeft gezegd van oké, dan zullen we dat vanaf heden vanaf 1 januari vastleggen dat dat wel is toegestaan. Maar 25-jarige bruiloft en andere feesten die echt te maken hebben, die zegt van dan hoor je maar als je receptie hoort te geven, dan hoor je maar in de horeca te gaan, die gaan we niet toelaten. Maar zou het niet betekenen dat er toch een bepaald, zeg maar, grijs gebied ontstaat, hè? Ja. Ja, er is bij elke regeling, er waren twee amendementen op tafel. Er was een amendement van de VVD om te zeggen, geen enkele verjaardag. En er was een amendement van het CDA die zei van, nou, doe dan maar alle verjaardagen. Terwijl het voorstel van het college was, doe alleen de verjaardagen van 60-plussers en van trouwe leden. Ja, dat welke van de drie ook neemt, de ene is simpeler en de andere is ingewikkelder, maar de handhaving blijft altijd een punt van dat er grijze gebieden zijn. En wat ik gezegd heb, ook richting de gemeenteraad, wie heeft nou de verantwoordelijkheid om na te leven wat in de vergunning staat? Dat is toch de kerk, de voetbalclub, de instelling die een vergunning krijgt van de gemeente, dit is toegestaan en dat niet. Mag ik er ook op rekenen dat mensen die hier in het dorp een vergunning in handen hebben van weten wat mag en wat niet mag, dat ze naar eer en geweten zich eraan houden en dat ook zelf zich erop toeleggen om te zeggen van wij willen eerlijk zijn en niet van list en bedrog afhankelijk worden. Ik doe ook dat beroep op de verenigingsbesturen die daar een verantwoordelijkheid in hebben. Dat nu we als gemeente gezegd hebben, dit laten we toe. We weten al dat er heel veel al toe gebeurde zonder dat het echt werd aangepakt. Maar vanaf heden zullen we toch wel duidelijk zijn en zeggen van dit laten we toe, maar gaat u over die grenzen heen. Dan laat u ons geen andere optie en dat we dat ook stevig gaan bestraffen. De VVD had onlangs een voorstel gedaan om het eindgebed na de raadsvergadering te veranderen, iets anders te mogen doen. Daar is nogal behoorlijk wat commotie over geweest in de zin binnen de fracties. Van, hoe hebt u dat ervaren? Nou, het is heel bijzonder. Ik heb in verband met mijn ziekte één raadsvergadering gemist. En het was juist die avond dat ik er niet was.
Dus ik heb het wel meegekregen uit de pers en van de betrokken fracties en de afloop ook. Pijnlijke discussie. Ja. Als ik zelf meer invloed had kunnen uitoefenen, dan had ik alles gedaan om te voorkomen dat daar een raadsdiscussie over zou worden gevoerd. Als je in een presidium of in een commissie merkt dat er op zo'n gevoelig punt geen eenduidigheid is. Er was eerst een bespreking in het presidium en het leek erop dat er een eenduidigheid zou zijn. Dan zeg ik van nou oké, dan kun je dus inderdaad met eenduidigheid zo'n gevoelig onderwerp met een hamerslag aftikken. Maar op het moment dat er geen eenduidigheid is en je weet van tevoren dat er geen meerderheid komt om zoiets te doen. Wat heeft het dan voor nut gehad om over zo'n gevoelig onderwerp zo'n raadsdiscussie te voeren? Ik vond het heel erg jammer, maar de raad maakt zelfs zijn eigen agenda. En men zal moverende reden hebben gehad om het toch te agenderen. En vervolgens wordt het dan op deze manier, het is niets veranderd. Dus het had ook niet gehoeven. Nee. En met alle respect voor iemand als Wiebe de Boer die zegt ik wil graag een verandering. En dat is legitiem, dat kan hij aangeven. En dan vervolgens kan de anderen kunnen ervan zeggen wat ze ervan vinden. En als men zegt van ja, wij zien er eigenlijk geen heil in. Dan heeft de heer De Boer voor de VVD-fractie nog de mogelijkheid om een initiatiefvoorstel in de raad voor te leggen. Maar nu was er eigenlijk niemand, was er geen meerderheid en toch lag er een voorstel. Nou, ik vond dat niet goed. Nee, want wat je met name ook hoorde, er waren raadsleden die zeiden van ja, eigenlijk had dat binnen het presidium besproken en afgesproken moeten worden. En daarnaast waren er binnen de fracties ook nog verschillen, hè, van sommigen die voor waren en anderen die zeiden van nee, dus daar was ook al verdeeldheid. Ja, maar dat kan bij zo'n punt heel goed dat men ervoor kiest om het een vrije kwestie te laten zijn en ook om te zeggen dat je niet tegen je geweten in gaat stemmen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vond, laat ik het zo zeggen, dat er over gesproken wordt als men dat afgesproken heeft, dat kan. Maar ik had liever gezien dat men zei van nou, er is toch geen meerderheid om het te veranderen. Dan gaan we er ook maar niet over praten. Als dan de VVD-fractie zegt, ja, maar we willen toch een debat, dan kunnen ze met een initiatiefvoorstel komen. En dan is het duidelijk wie zeg maar daarvoor en tegen is. En dan kun je die discussie dan ook zo laten voeren. En nu leek het zo'n beetje meer op een vorm van, over zo'n gevoelige kwestie, van dan gaan we maar eens over praten en we zullen zien wat eruit komt. Ik hou daar niet van. Ik vond het jammer dat het op die manier is gegaan. En dan merk je er ook dat in de discussie de scherpe kantjes wel zo waren dat ook pijn doet aan mensen die erbij betrokken zijn. Hoe je ook over zo'n onderwerp denkt, of je zegt er moet wel ruimte komen of niet ruimte. Hier waren volgens mij aan het eind van de vergadering alleen maar verliezers. Ja. Nou, tot slot burgemeester, volgend jaar 19 maart opnieuw verkiezingen. We gaan van binnen Bunschoten van 17 naar 19 raadszetels. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de invulling van die raadszetels? Hebt u daar een prognose van? Ja. Ja, ik heb een prognose. Die kan ik aangeven. Okay. Alle 19 zetels zullen bezet worden door 19 Bunschoters. Ja. Nee, even over het punt vergaan van 17 naar 19. Dat is niet omdat wij zeggen, we kunnen het werk niet meer met 17 aan. Dat moet met 19. Laten we maar twee mensen erbij bedenken. Dat kost het meer geld. Nee, dat is... Er zijn mensen die denken dat het zo in elkaar zit, zo zit het niet. Er is een wet en die bepaalt als een gemeente op 1 januari van een verkiezingsjaar 20.000 inwoners of meer heeft, dan moeten er 19 raadszetels komen. Dus vandaar, 4 jaar geleden zaten we er nog net onder en nu zitten we er boven de 20.000. Dus vandaar dat de wet voorschrijft 2 raadsleden erbij. Dus dat betekent dat de koek wat groter wordt, maar dat de partjes zijn ook wat kleiner. Het is ook, hè, je hebt dus 19 zetels, je zou kunnen zeggen, hey, dan is het dus wat makkelijker om een raadszetel te halen, want het is 20.000 voor 19 en de vorige keer was het 19.500 voor 17, dat klopt. Ja. Dus de kiesdelen gaan naar beneden. Dat is de ene kant. De andere kant is wel zo, je moet een volledige zetel halen om in de raad te komen. Je kunt niet meer zeg maar, een restzetel binnenhalen op basis van 75% van de kiesdelen, zoals dat bij gemeentes tot 17 raadszetels wel kan. Dus er is wat een kleine verandering in het verdelen van de zetels en de raadszetels. Maar grosso modo is het dus voor elke partij en lijst die meedoet iets makkelijker om in de raad te komen. Want je hebt wat minder stemmen nodig, een goede 500 schat ik zo in. In plaats van 580 of zo. En dan zullen alle partijen hun stinkende best doen om zetels te halen. En ik ga dat helemaal afwachten als voorzitter
Ja. Voor wanneer moeten ze ingeschreven zijn dat ze deel willen nemen? Nou, er zijn twee data. Dus in december, ik dacht de 22e of de 19e, maar dan is er een datum voor registratie. Maar dat is dus als je onder een plaatselijke naam wilt deelnemen aan de verkiezingen, dan moet je die van tevoren laten registreren. Maar je kunt nog een lijst indienen tot begin, eind januari, begin februari. De datum heb, kan ik zo niet uit mijn hoofd noemen. Maar dan kan je nog een lijst indienen, want je kan ook een lijst zonder naam indienen. En je kunt natuurlijk een lijst indienen met de naam van een partij die landelijk geregistreerd staat. Of een partij die bij de vorige verkiezingen hier al heeft deelgenomen en zetels heeft behaald. Spannend straks. Nou, dat is denk ik voor iedereen die in de politiek is spannend. Het is bijvoorbeeld voor wethouders te realiseren, maar ook al toen ik burgemeester werd, denk ik van hey, dat verandert toch wel. Want als burgemeester ben je niet meer, zeg maar, er wordt niet meer over je lot beslist op verkiezingsdag. Dat is bij mij op een ander moment, als er over een herverkiezing wordt, herbenoeming wordt gesproken. Maar dat is toch ook voor wethouders die zeg maar hier hun dagelijks werk doen. Voor de raadsleden, die kom ik terug, wordt er weer vertrouwen in mij gesteld? Krijg ik versterking of moet ik het zelfs of moet ik het met minder gaan doen? Ja, die zullen zich dat de komende tijd zich behoorlijk moeten inspannen om zeg maar goed alles over het voetlicht te krijgen. En dan op de avond van 19 maart de uitslag aan te horen. Spannende tijd. Ja. Want de drie wethouders die hebben zich wel uitgesproken dat ze verder willen. Ja. Dus dat is ook helder en duidelijk. Dat is zeker helder en duidelijk, ja. Ja. Maar goed, verder willen is duidelijk. Verder kunnen, dat is in de handen van de kiezer.